gaan what's in my mouth. Zo spreek ik het toch slecht goed uit. Mijn pakketje is binnen. Namelijk mijn BH-glaasje. Ik heb er 5. En dit zijn mijn nagels nu. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag. En ik ga zo meteen naar de spa toe met de klas. Het is nu... Het is nu 8:15. En om 8:00 is Keir met haar moeder hier en Charlie. En Char komt als het goed zo meteen hierin lopen. En dan brengt Keir de moeder ons. En Char de zus komt ons halen. Dus dat is echt super lief. Ik heb even een vlecht ingedaan. Want ja, haar wordt er toch nat en zo. En ik heb dit shirtje aan van de River Island. En deze rok van de Monkey. En hieronder alvast mijn bikini. Ik ga er niet filmen. Of althans niet mijn camera meenemen. Want ik denk ook niet dat dat mag. Maar ja, jullie zien me van zo als ik weer terug ben. Ik ben echt heel erg benieuwd, want ik ben nog nooit in een spa geweest. Het is gelukkig wel een keer niet badpakdag, dus we hoeven niemand naakt te zien. Dus dat maar. Ik ga nu even snel mijn spullen pakken, maar we moeten ook nog wat dingetjes meenemen. En dan zie ik jullie weer als ik terug ben. Oké, hoi allemaal. Ik ben terug van een hele lekkere dag. Ik ben dus met school naar de spa geweest, maar het ziet er echt niet uit. Want we gingen ook zwemmen en zo en hebben toen... Oh, even maar raam, ik heb nog zoveel... op deze video. Maar we gingen ook zwemmen. Dus maar is een beetje nat geworden. Dus ik had het even in een knot gedaan. Maar het was zo lekker. We gingen naar Elysium in Blijswijk. En eerst kregen we gewoon thee en een taartje. Super lekker. Je mocht daar trouwens niet filmen. Ook niet met je telefoon. Je mocht je telefoon niet eens meenemen naar binnen. Dus dat was wel jammer. Maar goed. Het was echt zo lekker. Je had een heel binnengedeelte met sauna's en... zwembaden, maar je had ook heel buiten gedeelte. Aangezien het vandaag 27 graden was, hebben we de hele dag lekker buiten gelegen. Je had ook buiten sauna's. Zeg maar wel binnen cabines, maar zeg maar buiten in zo'n huisje. Je had zwembaden, je had koude zwembaden, je had bubbelbaden, je had een cabine waar je jezelf lekker kon scrubben. Dus eigenlijk wat wij, ik ben niet zo van de sauna's, want ik krijg het heel snel heel erg benauwd ervan. En Keir en Char en de rest eigenlijk ook niet zo. Dus dat was heel erg mooi. Dus we gingen lekker eerst onszelf scrubben. En daarna lekker in het water. Er stond ook een zoutzwembad. Dat zijn we ook in geweest. Dat was echt heel veel zout. En dat prikte echt als je net je benen of zo had geschoren. En daar zijn we lekker op bedjes gaan liggen en zo. En lekker heel de dag bruin geworden. En ik ben wel een beetje bruin geworden. Maar hier ook een beetje verbrand. Zoals je kan zien misschien. Maar ja, dat wordt vanzelf wel bruin. Moet ik zo meteen gewoon even goed insmeren met After Sun. En dan is dat ook helemaal prima. We gaan zo eten. En daarna ga ik even douchen. En lekker uitrusten verder. En ja, ik zie jullie morgen weer. Want ik ben echt kapot. Ik ga lekker op bed. Ik zal een beetje kijken. Dus, doei. Oké, ik heb even gedoucht. Maar ik ga nu even dit masker op mijn gezicht. Want mijn gezicht is wel een beetje droog en zo door de zon. Ik heb deze gekregen. Voor... Power C en Booster Mask. Maar ik ga die nu dus gebruiken. Maar het is dus een doekje. En daar doe je dus dat sap overheen. En dan heb je zo'n masker. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat ik hiervan ga vinden. Volgens mij is het zo'n biologisch masker en zo. Ik ga hem even uitproberen en dan zal ik morgen of straks, ik weet niet, wel even laten weten wat ik ervan vond. Maar ik ben echt heel erg benieuwd of dit werkt en of dit een beetje iets doet voor de huid. Oké, dan moet je dit... open scheuren. Dit is zeg maar dat. Gewoon dat papiertje. Dan dit lijkt op een flesje water. Die moet je open knippen. En dat moet je dan. Wat staat er nou? Oké, dat moet je dan zo hierin doen. Maar je ziet hierachter dat er water in komt. Oké, en nu? Maar je voelt wel echt nu dat het inderdaad zacht wordt. Oké, ik ga op mijn gezicht doen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. En het is vandaag echt super lekker weer. Dus ik heb mijn bikini aangetrokken. En ik ga lekker in de tuin zitten. Je ziet hier nu een beetje dat ik was verbrand gisteren. Maar het doet nu al geen pijn meer. Dus ik ga nu lekker heel de dag in de tuin liggen. Met mijn moeder gezellig. Dus dat is heel erg leuk. Morgen ga ik in de ochtend even een video opnemen. Want die wil ik donderdag online hebben.
En in de middag ga ik als het goed is naar Mewtwo. Donderdag ga ik gezellig met Isa en Kiki video opnemen. Dus dat is ook heel erg leuk. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. Ik lig eigenlijk al heel de dag lekker in de tuin. Ik heb gewoon een bikini aan hoor. Maar ik heb even die bandje losgemaakt. Want ik wil dit even weg hebben. Maar dit is dus van gisteren, wat ik net al liet zien. Maar het is nu 4 uur of zo. En begin nu een beetje hitte bij. Maar dat is juist wel lekker. Want heel de dag is het eigenlijk al bloedje heet. Echt niet normaal. Dus de wind is wel even lekker. Ik zit daar zo. Zeg maar, eerst lag ik op die bank. Maar daar staat amper wind en hier wel. En dan staat mijn laptop hierop. Dat ik Love Island kan kijken. Maar mijn camera is leeg. Er staat zo'n streepje erin. Dus ik ga hem even snel aan de oplader doen. En ja, dan ga ik zo meteen lekker avond eten. Ga gebakken aardappeltjes eten. Super lekker. Heb ik echt heel erg zin in. Maar ik ga nu mijn... Oh, tegenlicht. Ik ga nu mijn camera aan de oplader doen. Oké, het is avond. We hebben net gegeten. En ik ga even mijn kamer opruimen. Of althans mijn kledingkast. Want het is echt een heel erg zooi. En ik heb net even alle spullen gepakt. Wat ik de afgelopen tijd heb gekocht. Want ik ga morgen een shoplook opnemen. Morgenochtend komt Melissa. Dan ga ik even haar wenkbrauwen harsen en verven. Want dat is gevraagd. Want het gaat volgende week op vakantie. Dus die komt morgen al best wel vroeg. Dus dan ga ik dat doen. En ja, oh, mijn knot zit zo mooi. Niet dus. Oh, en trouwens donderdagavond ga ik mijn nagels laten doen. En ik heb er echt zoveel zin in. Ik heb ze nu een beetje laten groeien. Of althans, ja, zijn wel. Kijk, zeg maar, ik moest er voor mijn toets knippen toen. Voor mijn praktijktoets. Toen ging ik massage geven en mag geen lange nagels hebben. Dus ik heb ze gewoon zo ver mogelijk laten groeien als dat kon. En ik ga gel nagels zetten trouwens bij een meisjes gave zanden. Ik zal wel even hieronder zetten hoe het ook weer heet. Volgens mij A&M Nails heet het volgens mij. Maar ze doet echt super mooi. Ze had het toen ook bij Ape gedaan in december. En ik vond het toen zo mooi. Dus nu ga ik ook. Want ik ga dan donderdagavond ga ik. En dan nog een dag voordat ik op vakantie ga. Want ik ga pas in augustus op vakantie. Dus. En ik weet trouwens nog niet precies hoe ik dat ga doen met mijn vakantievlogs. Want zeg maar, ik ga op een donderdag op vakantie. En kom die vrijdag daarna terug. Ik ga 8 dagen. Maar ik zat dus te denken om echt een aparte vakantievlog te maken. Want anders heb je zeg maar helft in 2 weekvlogs. Dus ik dacht, dan maak ik een weekvlog van maandag tot woensdag in Nederland. En dan een vlog van donderdag tot vrijdag op vakantie. Dat is dan die weekvlog daarna. Maar ik moet nog even kijken hoe ik dat ga doen precies. Maar ik ga in ieder geval nu mijn kamer opruimen, want ik ben weer veel te lang aan het praten. En ik ben het alleen maar aan het uitstellen. Make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. I wanna take a breath. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. En het is nog best wel vroeg. Het is eigenlijk 9:15. Oké, het is niet vroeg, maar wel voor als je vrij bent. Maar Melis komt zo. Want die gaat de komende week op vakantie. En ze vroeg of ik even haar wenkbrauwen wilde verven en harsen. Dus die komt om 9:30. Dus ik heb het even klaargezet allemaal. Wat ik nodig heb en zo. Gewoon verven en al die zooi. Dus dat ga ik zo even doen. Ik twijfel of ik nu zal eten of straks. Want ik heb wel met andere geboost. En dat is niet heel lekker. Maar we hebben pancakes. En daar heb ik echt super veel trek in. Nou, ik eet daarna wel. Maar ik ga nu even wachten tot mijn lister is. Dan ga ik even de wenkbrauwen en alles doen. En dan ga ik daar eten. En daarna ga ik een video opnemen. En die komt morgen al online. Dus als jullie deze weekvlog zien, staat die shoplog al online. En morgen komen Is en Kiek. Gaan we ook een video opnemen. Die video komt aankomende donderdag voor jullie online. Dus dat is de 12e. 12 juli komt die online. En ik ga proberen steeds video's te maken. Zodat ik de komende tijd elke donderdag een video heb. Ik weet niet of het gaat lukken, dus ik ga niks beloven. Maar ik ga het wel proberen. En ik heb het wel erg leuk om ook wat extra video's voor jullie te maken. Dus ja, nou, ik ga even wachten tot mijn list er is. En dan zie ik jullie straks weer. We zijn al een aantal uur verder. Het is namelijk nu 2 uur al. Ik heb net de video opgenomen. Vanmorgen om 11 uur heb ik de video opgenomen met de shoplog. Ik ben hem nu aan het bewerken. Hij is bijna klaar. Ik ga hem nu nog even controleren. Oh, ik heb echt een groot gezicht. Mijn lister wenkbrauwen waren echt heel erg goed gelukt. Ik had ook even haar gevlochten. Want die had daarna een diploma uitreiking. Oh.
Die had daarna een diploma-uitreiking. Dus had ik ook even naar haar gevlochten. Het was echt een drama met mijn camera. Want hij was dus, omdat ik zo lang aan het filmen was, was hij dus warm geworden. En hij stond ook in de zon, dus daar werd hij ook warm door. Waardoor hij was uitgevallen en echt anderhalf uur duurde voordat hij het weer deed. En de aanbeelden waren ook niet helemaal gelukt, want ik had het zeg maar verkeerd gefilmd. Dus je zag die zon heel lelijk, dus ik heb dat nu gewoon als intro gebruikt. En ja, ik vind hem op zich wel leuk geworden, de video. Ik ga hem nu dan even controleren of die helemaal goed is. En dan ga ik hem inplannen voor morgen 4 uur. Dus als jullie deze weekvlog kijken, staat hij ook al bij mij. Dus dat, ik heb even gegeten net. Morgen ga ik mijn nagels laten doen. Ik heb er zoveel zin. Ik weet nog niet precies wat ik met mijn nagels ga doen. Wacht, ik ga even een plaatje opzoeken met wat ik waarschijnlijk wil gaan doen. Of hoe ik zeg maar de kleur wil hebben. Want ik weet wel, ik wil denk ik iets met licht roze of zo. Even kijken. Mijn laptop maakt echt een raar geluid. Ik kan hem op de computer niet vinden. Maar ik heb volgens mij een foto ervan op mijn telefoon staan. Ja, dit. Ik vind dit zo mooi. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar het is zeg maar heel, ja zo zie je het. Het is heel natuurlijk en dan rond. Maar ik weet dus niet of dat kan, want mijn, ja sorry voor mijn vieze nagels, maar ze zijn heel vierkant, mijn nagels van zichzelf. Dus ik hoop dat dat zeg maar mooi staat als ze mijn nagels rond gaat veilen. Maar dat ga ik morgen gewoon aan haar vragen, want zij zal er wel meer verstand van hebben dan ik. Ik ga even mijn oplader pakken van mijn laptop, want hij heeft nog maar 5%. En dan valt hij straks opeens uit en daar heb ik niet heel veel zin in. Oh, ik moet ook nog een foto maken, zeg maar. Hoe noem je dat ook weer? Thumbnail? Ja, volgens mij wel. Even kijken, waar is mijn oplader? Oh, hier. Oh, maar ik ga even die video verder afkijken en maken. En dan zie ik jullie straks weer. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. 5 juli en ik ben echt net naar thuis. Ik heb in Miel geslapen. Maar ik had Isa beloofd, mijn nichtje, om... mijn nagels afgebroken. Nee. Ik had Isa mijn nichtje beloofd om haar weg te brengen met haar boeken brengen. Dus het is nu 10:29. Dus 10:30. Ik moest 10:30 bij Isa zijn, want aan de overkant is dat niet zo heel erg. Ik doe even de zonnebril op, want mijn knar is niet om aan te zien. En dan ga ik nu even met Isa even haar boeken doen. En dan daarna komt Kiki en dan gaan we met z'n drieën een video opnemen. Superleuk. Die komt voor jullie aankomende donderdag online. En straks om 4 uur komt er ook een extra video online. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie die gaan vinden. Maar ik zie jullie straks, want ik moet even opschieten. Oké, ik ben terug thuis. Isa is nu even thuis door spulletjes aan het halen voor de video die we gaan opnemen. En ik ga nu ook even wat dingetjes uitzoeken. Wat ik ga. Oh, heb bereist. Oh. Oké, maar... nu ga ik even wat dingetjes uitzoeken, want we gaan een What's in My Mouth, zo spreek ik het volgens mij goed uit, challenge opnemen. Dus als je wilt zien hoe die is verlopen, dan moet je zeker aankomende donderdag eventjes kijken. Maar ik ga nu dus eventjes wat spulletjes uitzoeken. Wacht tot Is komt. Die komt er al bijna aan. En wacht tot Kiki er is. Kiki die had een beetje vertraging en waarschijnlijk heeft ze gewoon lekker uitgeslapen. Nee, maar... ik ga gewoon even wachten tot zij er zijn. En dan ga ik nu even wat dingetjes uitzoeken. En er staat daar een busje van PostNL. Dus als het goed is, komt zo meteen mijn pakketje van de Zara binnen. Dus die zal ik ook eventjes aan jullie gaan laten zien. En mijn nagel is net afgebroken. Ik weet niet of je het kan zien. Waarom stelt hij niet scherp? Ik weet niet of je het ziet, maar mijn nagels is afgebroken. En ik ga vanavond mijn nagels laten doen. Maar het is gel lak, dus ik hoop dat ze een soort van verlenging erop gaat maken. Anders ziet het er wel heel lullig uit. Maar oké, ik ga even wat dingetjes uitzoeken. Mijn pakketje is binnen, dus die ga ik laten zien in Isa's strook. We moeten nu alleen nog even wachten op Kiki. Oké, waar ga ik hem neerzetten? Ik loop echt alleen maar rondjes. Oké, ik zet hem even op tafel neer. Oh, 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 oh. Want er is ook heel veel stil bij de Zara, Ace. Ja, ik heb het gezien. Oké. Even kijken. Als eerst heb ik deze. Hij is wel heel kort, maar dit wil ik dan op zo'n hele hoge broek, weet je? Of op een rok of zo. Maar ik vond die kleurtjes echt leuk voor vakantie. En deze was normaal
15,95. Maar nu met in de sale was hij dus maar 8 euro. Hij is echt leuk. Hij is leuk, hè? En als ik hem dan zo aan heb, komt hij ongeveer tot mijn navel. En als ik dan gewoon een broekje zoals dit aan heb dat over mijn navel komt, dan kan dat wel gewoon. Ja, ja. Sorry. Maar dan gewoon met een zwart broekje of zo. Want toen we uit eten gingen vorige week, had ik toch een zwart broekje aan. Ja. Die komt ook wat hoger, daar kwam deze ook mee. Maar die vond ik heel erg leuk. In een maatje S. En dan nog gewoon een shirtje. Deze. Hij is echt felblauw, maar met gewoon mouwtjes. En dan schijnt hij zo een beetje door. En zo'n klein nekje. En die was normaal 12,95 en die was nu ook maar 8 euro. Nou, mooi toch? Ook in een A's. Dus die twee. Bij de Zara. Wat is dit? Is dit allemaal haar? Oh nee, het zijn gewoon losse dingetjes. Oké, maar ik heb nu dus 2 etenswaren gevonden. En ik moet er dus nog 2. En ik ga even verder zoeken. Oh ja, één van mij moet in de vriezer. Eén van jou moet in de vriezer? Ja. Oké, doe maar. Ik zal niet kijken. Mag je maar even in de vriezer leggen? Spannend! Oké, ik mag ook niet op camera kijken, want anders kan ik het zien. Oké, maar deze vond ik gewoon heel erg leuk voor het uitgaan ook of zo. Maar ik ga ze straks even passen, maar daar heb ik nog geen zin. Maar deze kleur vind ik echt heel erg leuk als je bruin bent. En deze vind ik gewoon heel leuk. Maar oké, goed. Verhaal. Er komt straks ook een extra video online. Ik heb gisteren een zomershopblog opgenomen. Heb je veel gekocht dan? Nou, ik had gewoon alles van de anderhalve maand had ik gewoon opgespaard. Zodat ik dat gewoon kon laten zien. Oké. Even dicht plakken. Oké, ik ga wat eten uitzoeken. Oké, Isa en Kiki zijn nu een tijdje weg en ik ben bezig met de video bewerken. Ik heb hem nu helemaal af. Ik ga hem nu nog even doorkijken, zeg maar, of die goed is. Maar ik vind hem best wel leuk geworden. Hij komt dus donderdag om 4 uur online. En zo meteen over een half uurtje, het is nu 3:30, komt mijn video online die ik gisteren heb opgenomen. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Maar ik vind deze video ook wel heel erg leuk geworden. Dus ik hoop dat jullie deze ook leuk gaan vinden. Maar ik ga nu dus nog even verder kijken of die helemaal goed is. Dan ga ik daarna, of nou daarna, straks gaan we avond eten. Volgens mij gaan we shawarma eten en dat vind ik zo lekker. En daarna ga ik mijn moeder mijn nagels laten doen. Dus daar heb ik ook heel erg veel zin in. Mijn nagels zien er namelijk nu zo uit. Ze zijn ook echt heel erg vies. Ik weet echt niet hoe het komt. En deze nagel, deze hand is nog erger. Want ik weet niet of je het ziet, maar mijn middelvinger is afgebroken. Deze is ook voor de helft afgescheurd vanmorgen. Ze zien er echt niet uit en ze zijn zo smerig. Dus ik hoop echt dat mijn nagels straks mooi gaan worden. En dit zijn mijn nagels nu. Ik ben er echt super blij mee. Ik ben weer thuis. Het is nu... How late is het? Het is 9:50. Ik had om 7:30 een afspraak. Maar zeg maar, het is nu... Deze kleur vind ik sowieso echt bizar mooi. Ik heb dus een nagellakje volgens mij. Even kijken. Oh, hier. Deze van Kiko is dus echt precies dezelfde kleur. Dus op vakantie, of nou ja, niet per se op vakantie, word ik nog gebeld. Oh nee, grapje. Maar ik ga dus meteen in die kleur lakken. Want dan heb ik boven en onder dezelfde kleur. Vind ik echt heel erg leuk. Maar het is een soort power gel. Dus er wordt geen verlenging gedaan. Nou ja, bij één vinger. Bij andere hand heeft ze wel een stukje verlenging gedaan. Omdat die was afgebroken. Maar het heeft gewoon... gel gaan op mijn eigen nagels. En 30 juli moet ik weer. En dan hoop ik dat mijn nagels van zichzelf iets langer zijn gegroeid. Zodat ze iets langer zijn op vakantie. Maar ik vind dit ook echt een hele mooie lengte. En hoe ze het heeft geveld is ook echt top gewoon. En deze kleur echt love it gewoon. Ik denk dat ik die kleur voor op vakantie ook weer ga doen. Ik zei ook al daarvan, de kans is echt heel groot dat ik volgende keer deze kleur weer ga doen. Omdat ik hem zo mooi vind. Het is echt maar wel rood. Maar er zit iets van koraalroze in ofzo. Ik weet niet. Maar ik vind het dus echt heel erg mooi. Ik zal even in beeld zetten haar Instagram. Want dan kan je ook even kijken en zo. Echt heel leuk. En mijn video is dus net online gekomen. Even kijken. Of er al wat leuke reacties zijn. Of nou niet. Ach, net online gekomen. Alweer 4 uur geleden. Oh, hij is wel een aantal keertjes bekeken.
Oh ja, ik kreeg ook wel een beetje vragen over mijn opleiding. En ik denk dus dat ik zeg maar einde van de zomervakantie een soort video wil gaan maken over mijn opleiding. Omdat ik daar echt super veel vragen over krijg met wat ik doe en wat ik meeneem. En wat ik, ja, gewoon dingen over mijn opleiding. Dus ik denk dat ik daar ook een video over wil gaan maken. De video van mijn nichtje en zo heb ik bewerkt. Die staat ook al ingepland voor volgende week. Dat is ook heel erg leuk. Dus ik ga nu lekker op bed liggen. Morgen ga ik trouwens weer naar die nagels. Misschien ook dan mijn camera meenemen. Want Char gaat volgende week op vakantie. En die gaat ook de nagels laten doen. Dus die had gevraagd of ik meeging. En daarna ga ik met Janie naar de broodfabriek in Rijswijk. Want daar is Hunke Müller Sample Sale. Dus daar gaan we ook even kijken. Dus morgen ga ik ook weer wat leuke dingetjes voor jullie filmen. Maar nu ga ik lekker op bed liggen. En ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. En het is nog echt best wel vroeg. Het is namelijk 9 uur. Maar Char kan hier ook een moment zijn. Want waar ik gisteren mijn nagels heb laten doen, gaat Char vandaag ook de nagels laten doen. En ze vroeg of ik alsjeblieft mee wilde. Dus ik ga natuurlijk mee. Ik doe wel even een jasje aan. Want het is volgens mij best koud buiten. En ik neem deze tas mee van Alex de Label. Want daar past mijn camera in. En ik wil mijn camera meenemen. Ik weet niet of ik daar wat ga filmen. Maar dat heb ik in ieder geval wel bij me. Wat ik aan heb is dit shirt van Lovie's. Broek van de Sting. En dat jasje die ik aan doe is van de Zara. En als ik thuis ben met Char. Oh, ik dacht dat Char was, maar dat was Char niet. En als ik thuis ben met Char, ga ik naar Janie toe. En dan gaan we samen naar de Hunke Müller Sale. Dus daar heb ik ook heel erg veel zin in. Ik hoop dat ze nog een paar leuke dingetjes hebben. En in mijn maat ook, want het is vandaag de laatste dag. Dus ik hoop dat niet alles weg is. Maar oké, we gaan het zien. Doei! Oké, Jane, ik heb onze tas gevuld. We hebben, alles was nu 2,50 omdat het de laatste dag was. Maar er was wel echt wel tering veel weg. Dus volgend jaar gaan we gewoon gelijk op de woensdag. Want het was woensdag, donderdag, vrijdag. Maar het is nu dus vrijdagmiddag en alles was al weg. We hebben wel nog, dus gaan we straks laten zien wat we hebben gekocht? Ja. Ja, we laten dat gauw zien. We gaan nu nog heel even naar de Bogaert. Gaan we even kijken. En dan gaan we daar naar huis en laat ik het zien. Tot ziens. Doei. Ga jij mijn film ook? Ja, wilt u erop? Wilt u erop? Dag! Hallo, van de moeders. Maar we hebben wel een leuk dienst, maar ik ga het straks aan jullie laten zien. Is dat het oudste van je vader? Nee. Nou, het is wel dezelfde soort, maar ik denk niet dat die bij de Hunke Müller Sale is. Nee, dat is zeker. Het is oké. Maar wat zei je allemaal, Jay? Wat zei je zelf? Wat gebeurt er? Ja, die kaas loopt er zeker uit. Jammer, Fleur. Jay is pizza voor me aan het maken. En ik ga laten zien wat ik heb gekocht. Als je dit nou niet leuk vindt, klik dan maar lekker weg. Want ik ga namelijk mijn BH's laten zien. Ik heb er 5. Nou, ik heb het idee dat jij het gaat kijken. Ja, denk je ook. Nou, de jongens zou ik ook in die thumbnail zitten? Nieuwe BH. Oké, deze was eerst van Jane. Maar die ging ze net passen, maar die paste ze niet meer. Dus die mag ik. Deze was... Alles was trouwens 2,50. Dus deze, een beetje bordeaux rood met roze. Deze, ik weet alleen niet wat ik van die steentjes moet vinden, maar misschien kan ik dat er afhalen. Maar het was maar 2,50. Deze. Met zwart en paars. Vind je het mooi, Gil? Deze, oké. Even kijken, en twee van de Duitse collectie. Hè? Ik vind het niet mooi te vinden. Ja, dat is heel belangrijk dat jij het mooi vindt. Deze van de Duitse collectie. Oh, even kijken. Duitse collectie? Duitse. Deze. Met zwart en dan hierachter heb je van dat kant. En dan nog eentje. Ze lijken wel echt op elkaar. Maar oké. Okay. Zo, en dan bij je nek zit hij zo. Die 5 heb ik gekocht. En nog een paar onderbroeken. Maar die ga ik niet laten zien. Het zijn gewoon een zwarte, een roze en een paarse. Maar die hebben we trouwens niet bij de outlet gekocht. We gingen nog even naar de Bogaert bij de dingen. De appelschil. En we gaan nu pizza eten. En dan voor pizza. Jay, mag ik jouw pyjama shirtjes laten zien? Ja, dat mag. Jay heeft pyjama shirts gekocht. Oh, en er zit nog een gek touwtje aan die ene BH. Maar we weten dus niet wat we hiermee moeten doen. Maar oké. Okay. Dus ga reageren in de comments. Wat ik met dat touwtje moet. Nee, oké, okay, Jane heeft dit. Hier, ik heb deze uiteindelijk nog in het plastic gepakt. Oh, beter. Jane heeft deze. Hij is echt kapot lekker, zag zoals je ziet. Licht roze en er staat op. Wat staat erop eigenlijk? Let's cuddle. En die is echt. Eigenlijk had ik deze. Nee, ze hadden deze niet meer, hè? Nee. Nee.
Maar het is echt lekker. Deze, alles was gewoon 2,50. Deze zeg maar. Is eigenlijk voor mensen zonder handen. De eerste dag was alles 4 euro. En sommige dingetjes 3 euro. Gisteren was ook alles 4 euro of 3 euro. En vandaag was dus alles 2,50. Maar doordat we de laatste dag waren, waren er wel heel veel dingen weg. En dit is het. Oh, ze gaat weg. Later. Ik dacht misschien laten zien. Ik vind het wel een beetje raar. Maar kom eens, als je nou... Het lijkt heel aan, maar dat... Het is toch een piano te rijden. Maar ik ga dan gewoon weer naar school, hoor. Dat is geen zin. Hij is wel leuk. Doe je deze ook aan naar school? Ja. Ga je de rest nog laten zien? Nee, hè? Nee. Oké, okay, doei. Wij gaan pizza eten. Oh, je ziet mijn hoofd niet eens. Oké, vandaag zing ik een liedje. Het heet Zo Plat. Komt ie. Je billen zijn zo plat, net als mijn deurmat. Ik loop over je heen en we hebben geen probleem. We hebben niks gemeen. Oh, we hebben niks gemeen. Insta fame, dus doe even normaal. Want jij bent het lelijkste van ons allemaal. Applaus. Nu moet je applaus erin verwerken, ja? Mag dit erin doen? Ja, voor mij wel. Boeit mij dat dan. Als jij dan meer kijkers krijgt. Oké. Okay. Later. Hoi allemaal, het is vandaag maandag. En deze dag wordt eigenlijk niet meer bij de weekvlog. Maar ik zag dat ik gisteren en zondag niet had gefilmd. Of nou, dat wist ik wel. Maar ik zag dat ik vrijdag geen normaal einde had. Dus ik dacht, dat doe ik nu even. Ik had zaterdag en zondag, zaterdag was ik aan het werk en gisteren had ik eigenlijk gewoon niet zo heel erg veel zin om te filmen. Ja, ik heb lekker de hele dag in mijn bed gelegen. Dus ik had ook niet zo heel erg veel behoefte of zo om te filmen. Ik had er gewoon even geen zin in. Dus ja, maar de weekvlog is volgens mij wel oké lang geworden. Maar ik wil jullie alsnog heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie hem toch leuk vonden. En aankomende donderdag komt er wel een extra video online. Dus ik hoop dat dat een beetje compenseert. Ik heb trouwens van May Beauty heb ik dit gekregen. Maar er komt in de volgende weekvlog meer over en een kortingscode. Dus ben je nou benieuwd daarna, moet je ook vooral volgende week mijn andere weekvlog kijken. Dus ja, ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. En bedankt voor het kijken. Doei doei!